De Mennonieten die naar Suriname zijn afgereisd om aan landbouw te doen, mogen geen chemicaliën gebruiken bij het uitoefenen van grootschalige landbouw. Dit geeft minister Prelaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan. De bewindsman zei gisteren voor aanvang van de ministerraadsvergadering dat de Mennonieten mikken op gebruik van grond in het savannagebied, waar gebruik van pesticiden niet gunstig zou uitkomen voor Suriname. Waarover zij gesproken hebben is grootschalige landbouw. Ze hebben voornamelijk het gehad over de soja, mais. En ik ben in Brazilië geweest en ik heb gezien hoe op grote schaal daar vooral soja geteeld wordt met gebruikmaking van veel chemicaliën. Ten tweede, het gebied waarop zij mikken is een soort savanneachtig gebied, maar waar het water doorlatend is. Maar regenwater stroomt ondergronds via de, wat we noemen de Coropina-formatie, richting de zee. En daaruit tappen wij als wij hier een bron boren in de Jonge Kustvlakte. Dus dan moet je wel oppassen met het gebruik van chemicaliën. Wat dat betreft, ik heb in Brazilië gezien dat er, terwijl in Suriname glyfosaat gebruik ervan verboden is, dat in Brazilië toegelaten is. En dat wordt op grote schaal gebruikt, vooral in sojacultuur. En ik heb daarover geen detailinformatie of ze dat ook hier zullen gebruiken. Maar we hebben zo onze regels. De minister wijst erop dat Suriname haar milieuregels op elk gebied progressief is. Seudin zegt dat Suriname voorloopt op bepaalde ontwikkelingen en nooit toegelaten zal worden dat chemicaliën zonder regels worden gebruikt.